Ik ben benieuwd hoe het is om ondernemer te zijn aan de Amsterdamse Straatweg. Daarom ga ik in gesprek met Saïd. Het is heel interessant om op Amsterdamse Straatweg als ondernemer te zitten. Het is divers, het is dichter bij het centrum. Je hoeft ook niet per se reclame te maken voor je eigen bedrijf. Dus in mijn geval is het gewoon langslopen en de mensen zien dat, geven het gewoon door. En zodoende besta ik zo lang, 32 jaar, op Amsterdamse Straatweg. Het is eigenlijk een primeur. Wat ik ook erbij wil zeggen, die heb ik nooit gevierd. Ik heb die 5 jaar niet gevierd, de 10 jaar niet gevierd, 15 jaar niet gevierd, 20 jaar niet gevierd. Ik wou de 30ste, heb ik gezegd, ik ga dit even vieren. Toen kwam corona. Maar hup, naar 35. Dus het is Amsterdam gezegd leuk. Het is echt super zelfs. Hoe ben je in het ondernemerschap gerold? Puur toeval. Ik ben een literaire mens. Ik heb mijn studie afgerond, talen in Marokko en in Nederland. Maar het is toeval dat ik ooit ben begonnen in 1989 in Leiden in een kleine kamertje van 2 meter bij 2,5 meter. Het was ook meteen mijn woning, mijn domiciel, zeg maar. Begon ik met software in verschillende talen. Ik ben ooit begonnen met Arabisch, Hebreeuws en Chinees en het Mezicht. En later is opgegroeid tot 256 talen of meer. Ik heb het nooit geteld, eerlijk gezegd. En het was toen wel nieuw in Europa. Dus ik was distributeur van software in verschillende talen, zoals Japans, Chinees, Koreaans, Devanagari, Malayalam en nog een heleboel andere talen. Daar was ik wel uniek in Nederland. Maar nu tegenwoordig, je hebt zoveel talen standaard in Windows op een Mac-computer. Dus dat is niet in het verleden, moet ik ook erbij zeggen. Een Japanse versie, die moet een computer voor in het Engels en een andere in het Japans om te kunnen editen en teksten te produceren. Maar tegenwoordig gaat het makkelijker. Maar nu met een eigen bedrijf, een eigen technische dienst, een eigen verkoopkanalen enzovoort enzovoort. En ook met medewerkers. Hoe is het om ondernemer te zijn met een migratieachtergrond? Dat besef had ik niet. Dus later natuurlijk, naarmate je verder gaat met je onderneming, dan zeg je, oh, ik zie in ICT-wereld echt vertegenwoordigd door de migranten. En op mijn werk, dus ik ben ook docent daarnaast en ik ben stagebegeleider, ik merk dat ICT is toch behoorlijk vertegenwoordigd door de migranten. Als het gaat om ICT. Dat is echt opmerkelijk. Het is zo positief. En het is die vertegenwoordiging is er wel. Maar ik had nooit het besef gehad dat ik migrant en onderneming. Dat heb ik echt gewoon niet. Of per se gesolliciteerd en het lukte niet om ergens te werken. En daarom, dat hoor ik vaak. Wat zou je willen veranderen aan het Amsterdamse Straatweg? Nou, veranderen, er zijn genoeg veranderingen. Wel creativiteit wil ik wel zien. En wat ik ook graag wil zien is dat sociaal ondernemen. Dus je bent een ondernemer niet alleen om geld te verdienen, maar om sociaal te zijn. Dus je gewoon een manier omgaan met je klanten. Bijvoorbeeld interesse in een klant, interesse in de omgeving. Dat zou ik graag willen zien. Ik ben echt gewoon geen zakenman. Ik ben liever sociaal ondernemer. En dat is wat ik graag wil zien. En natuurlijk dat de creativiteit en andere manier van ondernemen. In die zin niet alleen maar, dat is wel een taak van de gemeente. Dat is niet alleen maar kappers. Ze zijn heel lief, heel aardig, super. Maar niet Amsterdamse gewoon alleen maar massage en eten en kappers. Meer diversiteit.